De wandelloop die jaarlijks door Stichting Pink Ribbon Suriname wordt georganiseerd in verband met de borstkankermaand, gaat dit jaar niet door. De Stichting Pink Ribbon heeft als doel om de bewustwording van borstkanker in Suriname te promoten, zodat vrouwen op tijd de dokter bezoeken voor een borstonderzoek. Dit jaar stimuleren zij het bewustzijn van borstkanker door spullen te verkopen die voorzien zijn van het internationaal symbool voor borstkanker. Jennifer Bromet, voorzitter van de stichting, gaf aan dat de wandelloop niet doorgaat vanwege de coronapandemie. Vanwege COVID mag je geen activiteiten met meer dan 50 mensen houden. En je weet, onze wandellopen zijn 2.000 en 3.000 mensen, dus dat kan even niet. Ik zie dat er hier een paar items worden verkocht. Wat wordt er gedaan met de opbrengsten? De opbrengsten gebruiken we bijvoorbeeld om onze t-shirts te drukken als we onze wandellopen hebben. We moeten flyers laten maken. Het organiseren van de praatgroepen als we een locatie moeten huren of wat versnaperingen moeten verzorgen. Dus dat is dan dit is echt voor fundraising voor onze kas om dit soort dingen te betalen. Bromet zei verder dat de stichting naast de verkoopactiviteiten ook praatsessies organiseert voor mensen die met vragen zitten over borstkanker. Praatgroepen die we hebben, maar dat kunnen we niet meer organiseren. Dus wat we doen het nu via Facebook. Hebben we zo'n private groep waar mensen ons vragen kunnen stellen. Of als ze echt contact met ons willen hebben, kunnen ze ons ook altijd telefonisch bellen. En dan hebben we dan via telefoon onderhoud met dus de mensen die vragen hebben over borstkanker. Borstkanker is een gruwelijke ziekte die een ieder kan treffen. Het is daarom van eminent belang dat vrouwen goed voor zichzelf zorgen en op tijd hun lichaam laten onderzoeken.